was net aan het editen en toen zag ik dat dit vandaag onze 200ste vlog is. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. We vinden het ook nog steeds heel erg leuk om te doen. Goedemorgen, het is maandag en ik voel me vandaag wel iets beter dan gisteren. Gelukkig, want gisteren vond ik het echt niet leuk meer. En ik ga even een ontbijtje maken. Ik heb lekker een banaantje en een appel, even een beetje vitamintjes na gisteren en lekker thee. Nou, ben ondertussen wel aangekleed, nog niet opgemaakt of haar gedaan. Ik heb Sarah deze beloofd van die tatoeages. Dus die gaan we even op haar arm doen. Ja. Yeah. Kiekeboe. Of op mijn... Gaan we je tatoeëren? Met echte tatoeages. Echte tatoeages. Gaan we een heel cool bandje doen. Even voorzichtig knippen, dat ik niet ernaast. Het zit heel dicht op elkaar. Als je zo blijft doorgaan, gaat het goed. Ja, dat was ook de bedoeling. Zo. Want er zijn ook lijntjes ingemaakt waar je het mag knippen. Ja, ga ik hem om je arm doen. Dan moet je wel goed stil zitten. Dan moet hij helemaal zo erop geplakt worden. Ja, zo. Een rondje moet het. Dat is echt leuk. Zo, halen we hem eraf. Even goed stilzitten. Zo. Au, au, au. Au. Ja, je nagel. Ja. We moeten het even goed nat maken. Ging tatoeëren altijd, maar zo makkelijk. Bij grote mensen doen ze dat anders hoor. Dat weet ik. Ja, weet je hoe ze dat dan doen? Ja, dat doen ze met een beetje een scherp dingetje. En een naald. Even kijken of die er goed af komt. Stil zitten. Hey. Wauw, dan moet hij even droog hè. En dan ook nog koelveertjes bij. Gaan we laten zien. Dan doe je je veertjes erop. Begin ik met die. Dan kan je die eronder doen en die andere boven en de andere ernaast. Ik ga iets heel cools maken op je arm. Komt goed. Die hier. Stil even voor je kijken, want dan zit je stil. A little wa 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 a crystal for. To wa 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 crystal. Oh, stil zitten. Oeh, nog even. We staan nog net niet losgekomen. Even voor je kijken, want dan draai je niet te veel. To the wa 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 crystal for. Dan doe je deze bijvoorbeeld zo. En deze hier. Dat is elke. Leuk. Je doet de veertjes helemaal om deze heen. Ja. En waar is die laatste? Die laatste? Oké. Die kan je er nog. Die kan je er tussen doen. Ja, tussen wordt wel ook wel. Nou, een scrollie. Ja, je niet goed. Ik heb het niet goed af. Zo. Nou, Sarah, de tatoeage zit erop. Die heeft twee bandjes en de veertjes ertussen. Ben je helemaal happy? Nou, waar is die grote mooie lach? Ah, een knuffel. Dat hebben we graag. Ik dacht van een lach. Ik vind het wel, heel leuk. Ik was net aan het editen en toen zag ik dat dit vandaag onze 200ste vlog is. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. We vinden het ook nog steeds heel erg leuk om te doen. Dus gewoon de 200 gehaald en dan natuurlijk ook nog alle extra video's. Dus er staan wel veel meer video's online. Maar qua vlog 200 gewoon. Ik vind het echt wel bizar veel.
En ik zie precies nu net dat ik die 400 abonnees heb. En dat betekent dat ik een winnaar van de winactie kan gaan loten. Dus ik ga even uitzoeken en opschrijven wie er allemaal mee heeft gedaan en wie er geabonneerd is en zo. En dan op Instagram kijken wie er dubbel meedoet. En dan gaan we zo'n winnaar trekken. Ik heb de namen hier opgeschreven, dus ik ga ze in stukjes knippen. Sarah is bovenaan spelen. Dus die roep ik dan zo beneden en dan mag zij de winnaar trekken, want dat vindt zij helemaal geweldig. Ik heb Sarah erbij geroepen. Hey, die weet nog van niks. Ik heb hier de zonnebril klaar liggen in doosje netjes ingepakt. En Sarah, jij mag uit deze pot een loodje gaan trekken. Robin Heel Klein. Heeft Robin Klein gewonnen? Dat is leuk. Nou Robin, je kan contact met ons opnemen, want je hebt de hele mooie zonnebril gewonnen. Ben je er verlegen van, Mop? Deze zonnebril? Ja, maar hij zit heel netjes ingepakt. Ik heb hem al helemaal teruggedaan in de folietjes. Dus hij zit heel goed ingepakt, kijk maar. Dus dat houden we wel even zo, dan blijft hij netjes. Ik wil hem zien. Je hebt hem al gezien. Ik laat de foto wel zien aan je ervan. Nou, als het heel heet is en je moet boodschappen doen, dan moeten we natuurlijk wel even een ijsje halen. En Sarah heeft weer 3 soorten dip. En ik heb gewoon alleen snoepjes. Ik hou echt van kinderijsjes. Dit is zo irritant. En de komkommer. Hier ook. Het komkom. Kijk, hier ook al. Echt bizar. Ik ben aan het koken, maar deze ui vandaag. De tranen lopen elke keer op mijn wangen. Kijk of ik het zo kan laten zien. Vorige keer als ik de camera had, had ik namelijk minder. Dus ik denk, misschien als jullie meekijken, houdt het op. Niet normaal, dit. Echt. Mijn YouTube-beeld niet meer. De tranen lopen er echt vanuit. Oh, en precies. Nu dat ik klaar ben, kom ik al aangelopen. En kan ik hier dus niet mijn ui meer voorsnijden. Top timing. Ik heb deze avond even niet meer gefilmd en gewoon even rustig aangedaan. Want ik voel me wel beter dan gisteren, maar nog niet 100%. Dus ik hoop dat je dat begrijpt. Ik ga nu lekker mijn bedje in. Het is ook nog echt gewoon goed op tijd. Dus bedankt voor het kijken en tot morgen.